Goedenavond, welkom bij Topnames. U zult ongetwijfeld denken, wat zit die man daar alleen? En dat klopt, mijn vaste maatje Erwin Blom vond het nodig om vakantie te nemen deze week. Ik snap dat ook niet helemaal, want ik heb niet kunnen zien waarom hij het nodig heeft. Maar goed, Erwin, fijne vakantie daar in Turkije. Ik doe het vanavond alleen. En ik heb een hartstikke leuke gast om te beginnen, Diederik Stolk van Karta. En voordat je me vertelt wat jullie doen bij Karta, volgens mij is het voor het eerst dat je er sowieso over komt vertellen aan iemand, hè? Ja, dat klopt. We bestaan nu net 1 maand en 7 dagen om precies te zijn. En natuurlijk zijn we daarvoor ook al bezig geweest. Maar wat Karta doet is, het maakt smart maps en dat zijn interactieve digitale kaarten. En daarnaast doen we een stuk consultancy en serious gaming. En dat doe ik al meerdere jaren. Maar interactieve kaarten, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan moet je bij voorstellen dat bedrijven interne data hebben. En vaak is dat heel veel. Denk Excel, denk een Salesforce, denk een CRM. En je kan dat combineren met externe data. En als je dat goed doet, krijg je nieuwe inzichten. Dus bijvoorbeeld over je markt, over bepaalde gebieden waar je in wilt opereren om je marketing te verbeteren. Of bijvoorbeeld over vastgoedinvesteringen. En dat is een concept wat eigenlijk voortkomt uit mijn eerdere ervaring van gaming en wargaming binnen Defensie. En mijn co-founder Koen zijn ervaring met het overbrengen van kennis over bepaalde gebieden in crisisgebieden. Ja, want voor, daar komen we zo nog wel even op terug op dat werk bij Defensie, want dat is denk ik de basis geweest. Maar ja. Je kunt natuurlijk op ongelooflijk veel manieren informatie en data visualiseren. Waarom kiezen jullie voor de kaart? Nou, het mooie aan een kaart is dat bijna iedereen kaart kan lezen. Het duidt ongelooflijk goed wie, wat, waar, hoe. Maar het is natuurlijk een enorme niche, dus leg me nog eens uit, op wie richt je je dan? Wat is je doel? Nou, we zijn nu bezig met onze eerste klant, dat is een farmaceut. En waar deze klant geïnteresseerd in is, is van oké, sociale demografie, dus hoe zien bevolkingsgroepen eruit, wat eten ze, hoe is hun leefstijl, hoe vaak gaan ze dan naar de dokter, wat voor medicijnen nemen ze af. Dat is allemaal bekend, dat kan je allemaal opvragen bij het CBS. En dat is per regio verschillend? Dat is per regio verschillend, dus zelfs per postcode verschillend. En dat kunnen ze dan vergelijken met van ja, oké, waar zetten wij bepaalde medicijnen weg bijvoorbeeld. Oké, dan zetten jullie dat op een kaart, ja. Waarbij je die verschillende lagen kunt activeren of niet. En op die manier maak je het visueel. Ja, dus bijvoorbeeld. Begrijp ik het goed? Ja, dat begrijp je helemaal goed. En dan kan je daar natuurlijk ook nog allemaal algoritmes op toepassen en besluitbomen. En zodat je dus sneller je analyse kan trekken. Want wat wij hebben gezien is dat het eigenlijk gaat over hoe zorg je nou dat je het zo snel mogelijk inzichten kan genereren, zodat je sneller besluiten kan nemen, zodat je effectiever kan handelen. En waaruit blijkt dan dat de kaart, de map, daar de beste interface voor is? Nou, dat is een van onze aannames. Die zijn we nu nog ook deels aan het testen. Maar aan de andere kant, we hebben gezien dat kaarten bestaan al 2.000-3.000 jaar, makkelijk. Ze worden integraal gebruikt binnen Defensie bijvoorbeeld, of binnen crisis management, voor planningsdoeleinden, ook voor logistiek. En we ook hebben gezien, en persoonlijk ook zelf bij bijvoorbeeld banken, in de bankwereld, is dat er veel met spreadsheets wordt gemanaged. Dat maakt het zeer abstract. En vaak zijn de datasets zo groot dat je niet er snel doorheen kan ploegen. En zodra je het gaat plotten, zodra je het visueel gaat maken en ook gaat relateren van oké, dit zit hier, dat heeft deze omzet, of dit zit hier en dat is deze doelgroep en dat is interessant voor mijn marketing effectiveness. Ja. Hoe sneller je dat bij elkaar kan brengen, hoe sneller je dat inzicht krijgt, dus hoe beter je kan handelen. Ja, en dit gaat ook denk ik uit van het uitgangspunt wat mij overigens aanspreekt hoor, dat visuele informatie je makkelijker verwerkt. Absoluut. Absoluut. In vergelijking tot die spreadsheet of dat rapport van 20 pagina's. Keer op keer. Ik was vanochtend nog bij een game en daar hadden we 6 grafiekjes. En de helft van de deelnemers begreep de grafiekjes niet echt. Ja, en dat zijn al grafieken. Dat zijn al grafieken. Dat is ook al een poging om te visualiseren. Ja, inderdaad. Ja. En dus in die game moest je ook gebruik maken van tabellen.
En elke keer zie je, ook bij hoogopgeleide mensen, dat ze vaak nog niet eens een goede tabel goed kunnen lezen. Ja. En het, ja, dat klinkt heel cru, maar zodra je het visueel maakt, gewoon, en echt gewoon pinpoint van oké, daar is het. Ja, ja. Snel. Hey, misschien wel een mooi bruggetje, want je zei, ik deed vanochtend nog een game. Je vertelde net al even kort in zo'n bijzinnetje, je bent al een jaar of vijf met je andere bedrijf bezig. Dat heet Goldsworthy's Tolk and Associates. Ja. Daar doe je heel veel wargames en dat soort zaken, ja. Onder andere voor Defensie. Ja. Wat is dat? Want ik zie wel foto's op je site staan met wat ik uit die films ken van zo'n landkaart. Ja. Met allemaal vlaggetjes erop en tankjes. En, ja. En er zitten allemaal mensen, militairen omheen. Ja. Wat doe je daar? Is ook een soort kaart, hè? Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Binnen Defensie heb je het concept van een campagne voeren. Dat is eigenlijk, dat kan je vergelijken met een strategie volgen en uitvoeren. Ja. Dus hoe plan je een militaire operatie? En dan is het mooiste natuurlijk het voorbeeld van Tweede Wereldoorlog, het D-Day, de D-Day-operatie. Ik denk dat je die wel tot je verbeelding kan spreken. En dus militaire planners, die plannen een militaire operatie. En op een gegeven moment moeten ze zeggen van, oké, we hebben al deze assumpties. Onze assumptie is dat binnen 5 dagen wij een tank van A naar B kunnen brengen. Onze assumptie is dat we over 10 dagen de vijand hebben verslagen. Onze assumptie is dat we dan over 15 dagen ons zorgen moeten maken over de burgerbevolking of over de watersupply of over gezondheidszorg in dat gebied. Yep. Daar moeten we ons op voorbereiden. Nou, dan gaan ze plannen, maar iedereen weet dat no plan survives enemy contact. En daarvoor hebben ze het concept van wargames ontwikkeld. Dat is al jaren, hè? Dus al voor de Tweede Wereldoorlog. Het schaken bijvoorbeeld is ook een wargame, een hele abstracte versie. En ze gebruiken die wargames om hun plannen te testen. Dus het testen van je strategie. En ik ben nu Goldsworthy's Tolk & Associates aan het afronden. En ik ben deels van de business aan het inbrengen in Karta. Ja, want die twee dingen integreren met elkaar. Dus ik kwam er persoonlijk als ondernemer achter dat ik het leuk vind om bijvoorbeeld te wargamen en strategieën door te bouwen. Maar ik wilde ook heel graag een schaalbare business opzetten. En toen kwam ik vorig jaar mijn businesspartner Koen tegen. En toen hebben we ervoor gezorgd dat we zijn gaan werken aan van oké, hoe maak je nou iets wat een product wat schaalbaar is? En dat is Karta. En dat is Karta, ja. Nou is natuurlijk, je zegt zelf, die kennis vanuit het spelen van die wargames en klanten zoals Defensie, de NAVO. Ja. Die ervaring, dat is natuurlijk ook op basis van een kaart. Wat je daar eigenlijk doet. Hè? Ja. Neem je die ervaring dan mee? Ja, absoluut. In die zin dat je, daar zit je misschien met dingetjes op de kaart, maar je gaat het nu als interactieve laag doen. Ja, dat is eigenlijk de basis. Ja. En je kan een kaart natuurlijk op heel veel manieren vullen met informatie. Dus het hangt er echt heel erg van af van welk inzicht wil je krijgen. En op basis van die inzicht gaan we dan kijken van oké, wat betekent dat voor welke dataset je wil gebruiken. Of wat voor een andere soort informatie wil je inbrengen. Ja. En waar we die dan moeten zoeken. Dus we zijn heel erg vanuit de klant aan het redeneren. In die zin zijn we denk ik ook niet een hele traditionele start-up in die zin. Nou, als het goed is redeneer je toch altijd wel vanuit. Dus ook een beetje eerst klant zoeken en dan gaan ontwikkelen. Daar zijn we nu mee bezig. En het goede is dat we de eerste twee klanten hebben. Ja, wie zijn dat? Dat mag ik niet zeggen. Oké. En dat komt omdat... Maar je zei een farmaceut. Een farmaceut. Ja, niet het meest voor de hand liggend als je uit de Defensie en komt. En we hebben vandaag voor een overheidsorgaan mogen gamen. En waarom zijn die dan geïnteresseerd? Want kijk, een farmaceut kan ik me nog voorstellen dat je denkt van nou, de demografische ontwikkelingen, regionale verschillen vind ik interessant. Ja. Is dat het enige of hoe komen mensen bij jullie terecht? Het mooie is dat we een heel groot netwerk hebben, zijn we achtergekomen. Dus we zijn aan het begin van het jaar waren we uit de ideation phase. Toen zijn we hebben we de Rolodex open gedaan. We zijn gaan kijken met wie zouden we nou eens kunnen praten. Ja. We hebben een rondje door het land gedaan en we zijn mock-ups gaan maken. Dus schetsen gaan maken van oké, dit is de potentie van ons product. Wat we willen creëren en wat het moet gaan doen.
En wat is daar uniek aan? Want ik ken persoonlijk best, zie ik heel veel kaarten, ja. Landkaarten, ja. Interactieve kaarten. Ja. Zijn vaak op journalistieke websites worden er dingen gemaakt om dingen inzichtelijk te maken. Natuurrampen, altijd op de kaart te zien. Wat doen jullie anders dan anderen? Het ene is dus dat heel veel van die informatie eendimensionaal is. Dus dat is vaak één dataset. Mm-hmm. Wij willen verschillende datasetten en databronnen integreren. Twee is, wij zijn absoluut gefocust om zo snel mogelijk tot een schaalbaar product te komen. Waarbij verschillende datakoppelingen kunnen ervoor zorgen dat je heel snel verschillende bronnen bij elkaar brengt en kan visualiseren. En we willen het ideal case, een one-click wonder maken. Dus wat je nu ziet bij die kaarten die je bijvoorbeeld gebruikt om de verkiezingen in Amerika te duiden. Daar zitten data-analysten achter en wetenschappers die dagen of misschien zelfs een maand bezig zijn om dat goed op te zetten en in die kaart te zetten. En een van mijn persoonlijke overtuigingen is dat dat eigenlijk heel raar is, dat je dus data wil laten visualiseren door hele specifieke mensen binnen je organisatie. Data doesn't have to be stupid. Ik vraag het ook, en geef nu zelf het voorbeeld al van de verkiezing. Ik vraag het ook, ik ben een tijdje hoofd nieuwe media geweest bij de NOS, dat is 10 jaar geleden. Ja. Toen waren we dit al aan het doen. Dus ik denk dan wat is er dan nu heel anders wat toen niet kon? Wat wij toen moesten doen, wij deden die verkiezingsuitslagen. Ja. We gingen op de kaart van Nederland, gingen iemand precies alle gemeentegrenzen. Dat deed je één keer, wij hadden die kaart hadden we klaar. Ja. En de verkiezingsuitslagen liepen er gewoon in. En je gaf, afhankelijk van welke partij je ging analyseren, gaf je een kleurtje. Daar kon je prachtige dingen al mee doen. Helemaal waar. Ja. Wij willen het hartstikke schaalbaar, want we hoeven er echt niet per gemeente dat allemaal in te gaan zitten. Nee, dat klopt. Dat liep er gewoon in vanuit het ANP. En het mooie is dat jij dat hebt gedaan, dat een CNN dat doet. Dat en al die bedrijven doen dat allemaal zelf. En daar hebben ze ook best wel wat resources voor. En ik denk, of dat is onze aanname, dat er heel veel bedrijven dezelfde behoefte hebben, dat niet intern kunnen en daardoor op zoek zijn naar aanbieders die dat die kennis komen brengen en die technologie komen brengen en daarnaast de verschillende bronnen kunnen koppelen. Oké, en wat zijn dan, die snap ik, wat zijn dan de voor de hand liggende bronnen? Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld een Salesforce integratie. Ja, ja. Bijvoorbeeld Google Analytics, dat zou makkelijk zijn. Ja, daar zie je onmiddellijk waar je afzet, in welk gebied. Een extra, kan je dat dan tot op postcodegebied zien? GPS-signaal. Ja. Bijvoorbeeld CBS-data, bijvoorbeeld demografische dingen. Nou, we hadden het over Twitter, kan je ook integreren. Bijvoorbeeld Exact. Ja. Grip, postorders. Kijken jullie dan in eerste instantie nu naar alle openbare databronnen? Want dat zijn de no-brainers natuurlijk. Dat zijn inderdaad de no-brainers. Wij zijn nu, omdat we nu nog echt heel erg aan het begin staan van onze reis, zijn we vooral aan het kijken van welke sectoren vinden we interessant, waar wij denken dat we echt snel meerwaarde kunnen leveren. En dan moet je bijvoorbeeld dus denken aan die farmacie, grootschalige fastfood-investeringen. Ook binnen de overheid, binnen Defensie zijn we ook aan het kijken. Om te kunnen kijken van wat speelt er bij die klant, of dat soort type klanten. Welke databronnen zijn voor hun interessant en daar gaan we ons eerst op richten. Om dat te gaan koppelen. Ja, want je ontwikkelt eigenlijk wat je zegt met een paar launch en customers. Gaan kijken hoe het Wat zijn je hebt de overstap gemaakt van het bijna maatwerk, consultancy, wargames met telkens een groepje militairen, was elke dag wat anders. Naar zeggen, ik wil nu schaalbaar. Wat zijn de grootste uitdagingen die je daar weer tegenkomt? Met die kaarten, om dat schaalbaar te krijgen? Waar breek jij je hoofd over, s'nachts? Ik ben nog niet echt ergens tegenaan gelopen waar ik mijn hoofd over breek. Dat is eigenlijk heel verrassend. Komt nog wel dan, denk ik. Het komt nog wel, ja, absoluut. Maar ik geloof heel erg van, ik moet zorgen dat ik de juiste mensen om me heen verzamel. Ik moet blijven zorgen dat er een flow in het bedrijf zit, dat de tempo goed doorgaat. En dat betekent dus dat je veel on tour moet zijn. En Um,
Ik denk dat ik persoonlijk soms wel eens de neiging heb om de technologie te onderschatten. Dus de complexiteit. De complexiteit. Ja. Dus, en dat is een spanningsveld. Ja, jij hebt die achtergrond niet. Ik zou nee, je, ik volgens mij heb je filmkunde gestudeerd of zo. Ja, ik heb een hele batterij van opleidingen achter de rug. Begon als MAVO-klant, geëindigd met mijn master. Ja. Dus technologie, daar huur jij mensen voor in? Ja. En dat doe ik niet alleen. Hè. We hebben een founding team van 4 man. Ja. En daarvan zijn anderen veel meer data gedreven en onderlegd dan ik dat ben. En dat is prima, dus we zijn zeer complementair. Ja. Wie zijn jullie concurrenten in dit veld? Nou, je hebt nu een aantal hele grote data bewerkt tooling. Dan kan je, het makkelijkste zou je kunnen zeggen, Microsoft BI, Business Intelligence. Ja. Ja. Ik denk dat wij daar nog geen concurrent van zijn. Maar ik moet ook zeggen van die behoefte van making sense of data voor bedrijven is zo groot dat die markt nog er heel veel mogelijk is. Ja, die explodeert, maar ik zie eigenlijk vooral bedrijven daarin heel hard gaan die de bekende dashboards aanbieden. Ja. Het zijn bijna altijd data visualisatie op basis van grafieken en staafdiagrammen en taartpunten en weet ik wat. En dan moet je er dus van uitgaan dat mensen grafieken, tabellen, staartdiagrammen kunnen lezen. En ook de relatie kunnen leggen tot wat betekent dat nou voor mijn operatie? Ja. De andere kant van het verhaal is, er zit natuurlijk niet in elke uitdaging zit een geografische component. Nee, dat hoeft dus ook niet per se ons klant te zijn. Ja. Dus daar moet je voor kiezen. Ja. En doe je zo'n keuze, maak je die dan op gevoel of heb je dit gevalideerd van tevoren? Dat je denkt, ik ga ze uitzoeken. We zijn hartstikke hard aan het werk. Dus we zijn, zoals ik aangaf, nu begonnen met een grote klant. En een van de dingen die dat betekent is dat we nog niet alles helemaal 100% hebben uitonderzocht. Ja. Maar ons doel is om aan het eind van het jaar te kunnen zeggen, we hebben onze markt heel erg inzichtelijk. We weten wie onze target customers zijn. We weten echt tot in de details wat ons product zal zijn. Tot die tijd willen we gewoon echt ook veel experimenteren. En dan kunnen we zeggen van oké, nu zijn we bijvoorbeeld rijp om misschien na te denken over investering. Als dat nodig is. Want voorlopig doen jullie het op eigen kracht? Ja. Ja. Dat komt omdat we meteen zijn begonnen met een launch customer. En omdat we heel erg op die klant zitten. En verschillende klanten nu in gesprek zijn. Ik zei net al, je bent echt een wargamer. Je hebt dat jaren met de militaire industrie gedaan. Ja. Natuurlijk fantastisch. Je vertelde ook voor de uitzending een paar fantastische verhalen over die simulaties die jullie doen. Dat is natuurlijk ook heel intrigerende materie. Mag je daar eigenlijk over praten, wat je doet met hun? Dat hangt er een beetje vanaf van tot welk detailniveau we gaan. Ja. Dus ik kan kan ik wel vertellen over mijn werk. En als het zou gaan over een bepaalde specifieke casus, dan houdt het op. Dan houdt het op. Dus echte details mogen we niet in. Maar jullie verkennen daar allerlei oorlogsscenario's, operationele scenario's waar een defensieorganisatie mee te maken krijgt. Ja, het is onethisch om mensen onvoorbereid een crisisgebied te... Ja, dat kun je alleen maar oefenen door het daadwerkelijk te simuleren. Exact. Ja. En dat gaat vanaf soldaat 1 tot aan de minister. Ja. Iedereen doet daar aan mee, aan die games. Aan die games, en ik heb het ook allemaal gedaan. Ja. Dus ik ben bekend in Den Haag. Ja. Daar... En wat kwalificeert jou? Hoe kom je daarin terecht? Want je zei... Daar is mijn studie ingerold. Ja. Dus ik heb mijn master's in Leiden gedaan. En daar had ik een professor, laten we zeggen de guru, de inspirator. Die was bezig met gaming en die had een kleine stichting opgezet, een non-profit. En die hadden een vraag binnengekregen van Defensie om een game te maken over Afghanistan. Heb ik een kaartspel over gemaakt, dus hoe werk je samen met andere actoren in een crisisgebied. Heb ik een kaartspel over gemaakt en van het een komt dan het andere. En op een gegeven moment belt de NAVO je op en zegt,
Zou je voor ons een grote militaire oefening willen meehelpen ontwikkelen? Dat heb ik gedaan. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Heb ik eerst een bedrijf opgezet. Ja. Ik heb altijd ook nog gewoon in het bedrijfsleven gewerkt. Ja. Dus ik heb ook bijvoorbeeld bij de ING. Hey, maar dit zijn eigenlijk natuurlijk totaal fascinerende klussen. Ja, absoluut. En toch ga je daar afscheid van nemen. Want het heeft je geïnspireerd natuurlijk om iets met kaarten te gaan doen. Ja, nou... Behalve dat je iets schaalbaars wil, dat is een keuze. Maar hoe moet ik dat zien? Dat je op een gegeven moment dan toch denkt van... Goh, ik ga een andere richting in. Ik zie het voor mezelf meer als een doorlopend pad. Op een gegeven moment ken je het. En dan ken je je werk en ben je er goed in. En ik ben er echt heel erg goed in. En ik wij zelf van, nou, ik wil iets doen wat mij weer uitdaagt. Waar ik weer zelf ook iets van kan leren. Bijvoorbeeld, gewoon puur het bezig zijn met een start-up, wat zich bezighoudt met technologie, kom je op zoveel verschillende nieuwe plekken. Ik ben hier aangekomen bijvoorbeeld. Had ik ook 2 dagen geleden niet gedacht. Nou, welkom. Ik vind het ook leuk. Maar ja. het is zo'n versnelling. En het is zoiets anders en het is zo schaalbaar. En het is zo uitdagend en het is zo leuk om te doen. Nou goed, ik denk dat je ook die militaire simulaties blijven er voorlopig natuurlijk gewoon bij doen, zolang het nuttig en leuk is. Dus ik geloof heilig in dat mensen spelende wijze het best leren. Ja. Dat als je organisatieverandering wilt, dat je dat vooral moet gamen. Mensen die veranderingen doordrukken in een organisatie zonder het na te denken over van wat zijn de effecten en die te ervaren in een veilige omgeving, en dat doet een game, dan zijn ze niet zo goed bezig naar mij. Ja. En dan het verlengde ervan is van oké, wat je leert uit die game, hoe plaats je dat in je organisatie en welke tooling kan je dan gebruiken om dat te ondersteunen? En dan kom je weer op een stukje hardware. We dwalen misschien een beetje af van je nieuwe start-up, maar wat ik me altijd heel erg afvraag bij die militaire organisaties en de simulaties die ze dan doen, hoe bij de tijd is dat? Is dat cutting edge? Ja. Je volkomen bewust van bijvoorbeeld de sociale media als omgeving. Absoluut. Die heel bepalend is natuurlijk voor hoe campagnes verlopen. Absoluut. Ja? Dus, dat dondert hier van alles van de muur, ik weet niet wat het proces. Maar hoe simuleer je dat dan? Dat hangt er heel erg vanaf wat het onderwerp is, maar laten we een conflict nemen. Dus binnen de NAVO wordt vooral gewerkt met fictieve conflicten. Dat is standaard binnen NAVO. Dat betekent dat er een aantal hele slimme mannen een heel scenario ontwikkelen en schrijven. En dat is alles. Dus vanaf de geodata tot en met backstories over het politieke systeem. Ja. En daarin creëren ze een crisis met verschillende actoren, verschillende belangen. En daarin komt een narrative in waarin dan wordt gezegd van oké, de NAVO zendt het Duits-Nederlands legerkorps en 3 Nederlandse brigades daar naartoe om de invasie uit te voeren. Ja. Of het land te pacificeren. Hoe simuleer je dan bijvoorbeeld de invloed van, weet ik veel, Twitter? Dat is een hele goede. Ze hebben fake Twitter binnen de NAVO. Ja, gewoon zelf gebouwd. Zelf gebouwd, ja. Nee, maar daarin kun je simuleren als dat een terroristische groep zich via Twitter eisen gaat stellen. Absoluut. Of weet ik veel. Ja, je hebt alles. Je hebt fake Facebook, je hebt fake YouTube, je hebt fake compleet Twitter. Nagebouwde omgeving. Ja, compleet nagebouwde omgeving. Ja. Je hebt hele mediateams. Dus een van de dingen die ik doe is mediateams meenemen naar dit soort oefeningen. Waar ook gewoon sterreporters voor in worden gehuurd. Ja. Je hebt elke dag live updates met media. Ja. Dus elke dag krijg je een journaal te zien. Ja. Alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Ja. En hoe groter, hoe meer mensen kunnen trainen natuurlijk, hoe beter, hoe groter de show. Maar dat kan tot 30.000 man. Ja. En dan zijn ook al die 30.000 man bezig met iets. Ja. Die doen allemaal een klein stukje werk binnen die hele grote organisatie in die radar. Wat is nou de belangrijkste inspiratie die jou die fascinerende omgeving meeneemt naar Karta? Het is vooral het besef dat geografie echt werkelijk impact heeft op je manier van opereren.
En ook in een manier van hoe je je bedrijf voert of hoe je een operatie voert. Want zodra je iets op een kaart zet, wordt duidelijk wie, wat, waar, hoe. Ja. En waarom iets een uitdaging of een mogelijkheid is. En, wat ik zie bij Defensie altijd mensen om een kaart. Een kaart is de essentie van besluit. En het is niet de essentie van het besluitvormingsproces, maar het is wel het middel om heel snel te duiden wat is er nou aan de gang. En in defensietermen zou je dat situational understanding noemen. Daar spreken ze ook over de OODA-loop. De OODA-loop is het, zeg maar het besluitvormingsloopje waar je doorheen moet. En degene die de OODA-loop het snelst doorstaat, die wint. Dus als jij sneller tot betere besluiten komt dan je tegenstander, win je. En wanneer kom je tot betere? Kun je die één op één vertalen naar een gewoon bedrijf, een farmaceut, een van jullie klanten die jullie gaan helpen om met gebruik maken van deze kennis op een kaart dingen te gaan doen? Is daar ook zo hoe wie het beste kan analyseren hoe die geografie in elkaar zit, die wint? Ja, je kan kijken naar bijvoorbeeld de aanleg van 5G-masten in gebieden van degene die dat het snelst realiseert, die wint het. Ja. Die wint de geografie, die wint dus... En ik probeer het even te vertalen naar wat jullie aan het bouwen zijn. Dat betekent dat als jullie met datalagen op een kaart kunnen voorspellen hoeveel vraag naar data er in bepaalde gebieden is, waardoor je eigenlijk kunt zeggen waar de masten moeten komen te staan met welke capaciteit. Exact. Ga je dat doen? Ja. Dit soort dingen? Ja. Als je bijvoorbeeld in de vastgoedwereld grootschalige investeringen in grond, die grond moet aan bepaalde specificaties doen om bijvoorbeeld een windmolenpark aan te leggen. Daar is een race aan de gang. Als jij sneller inzichtelijk kan maken welke grond goed past als bestemming voor de aanleg van dat soort windmolenparken, dan kan je eerder zijn dan je concurrentie. En dan heb je weer die cutting edge en dan heb je in principe, loop je voor. Het gaat om winnen. Ja, en jullie zijn net begonnen. Ja. Jullie zijn ook nog waanzinnig enthousiast. Dat, ja, absoluut. Dat hopelijk blijft dat zo. Ja, het is een feest. Het is echt goed, heel leuk. We gaan heel snel. Je hebt je launching customers. Als we je over een jaar weer uitnodigen, dat doen wij heel vaak. We maken heel graag vervolgverhalen. Waar sta je dan? Ik hoop dat wij meer dan 14 man in dienst hebben. Waarom? Wat maakt het uit hoeveel man je in dienst hebt? Omdat het goed is dat je een team om je heen verzamelt die gewoon keihard die problemen aanpast. En in mijn hoofd is dat op dit moment 14 man. Okay. Dat we een solide omzet draaien. Dat wij een gedegen keuze kunnen maken of we wel of niet met investeerders aan de gang willen doen. Ja, want dat hoeft niet per se. Je zou het liefst dat zo lang mogelijk uitstellen. Absoluut. Begrijp ik uit je woorden. Ja. Ja. En dat Karta een stuk verder is in het zijn van een household name. En dat toch onze doelgroep, hè, die senior decision makers, zegt van, we hebben een vraagstuk omtrent een aantal inzichten die we willen, waar een geografisch aspect aan zit. We hebben Karta nodig. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Karta.io. .io. Hartstikke mooi dat je het verhaal bij ons komt vertellen. We zijn de eerste, vinden we altijd leuk. Heel veel succes de komende tijd. Super, dankjewel. Dank voor het kijken. We hebben zometeen voor wie live kijkt nog een uitzending. Als je on demand kijkt, dan weet je natuurlijk dat je al onze uitzendingen, en dat is 9 jaar lang 2 gasten per week, dus dat zijn er nogal wat, terug kunt kijken op YouTube of op onze site fastmovingtargets.nl. Maar we gaan er niet uit voordat ik onze sponsors bedankt heb, en dat is PQR voor de hosting. Jetstream, die zorgt dat dit live bij jullie thuis komt. Freedom Lab is de plek waar wij altijd zitten, waarvoor dank. En Beer & Co. is natuurlijk onze biersponsor waar we graag deze... Nou, Jever, ik vind deze weer erg lekker. Niet altijd, maar ik hou niet zo van speciaal biertjes. Dat weten ze bij Bier & Co. Maar deze is hartstikke lekker. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.